Er is mij inderdaad een beetje gevraagd om dat er de laatste tijd een aantal termen aan bod kwamen die niet door iedereen gekend en begrepen waren. Om aan de hand van de meest frequente rugingrepen een keer een aantal van die termen en afkortingen te verklaren. Nu, ik heb een beetje de presentatie opgevat om eerst te beginnen met de iets eenvoudigere dingen die de meeste mensen wel kennen. En zo eigenlijk stel ik eens aan naar de iets meer ingewikkeldere dingen te gaan en aan de hand daarvan eigenlijk die termen wat te verklaren. Dus eigenlijk een van de nog altijd meest uitgevoerde ingrepen bij ons in de dienst is nog altijd een microdiscectomie. Ik denk dat de meeste mensen de indicatie voor een microdiscectomie zijn in de discus hernia wel kennen en ook wel vertrouwd zijn met de techniek en met de operatie. Het is eigenlijk een operatie die zowel voor de patiënt als voor de chirurg heel vaak heel bevredigend is. Zeker als we zo gelijk op de rechterzijde staat een grote discus hernia kunnen verwijderen. En anderzijds, ik weet niet, zien jullie die foto aan de rechterkant? Of zit dat schermpje ervoor? Nee, Zo. met de rode. Ja. Dus dat is eigenlijk een sequester, dus een discus sequester. Dat is eigenlijk de discus hernia die we er heel vaak in zo één groot stuk kunnen uithalen als een bevredigend stuk voor de chirurg. Het bevredigende voor de patiënt is eigenlijk dat mensen heel snel het effect voelen van een operatie op een pijn. Dus zeepijn is een ongelooflijke vervelende en appetante pijn. En de mensen die worden meestal wakker na de operatie met dadelijk al een heel groot verschil in pijn. Dus dat voor de microdiscectomie. Tweede ingreep die we eigenlijk vrij frequent uitvoeren en die ook wel door de meeste mensen gekend is, eigenlijk een decompressie. En daar komt eigenlijk al de eerste term waarvan de meeste mensen zeggen van kijk, ja, mild, wat is dat eigenlijk? Nu, mild is een term die zowel ik als collega dokter Dekkers niet zo echt heel veel gebruikt, maar die wel in KWS staat. Dus ik staat altijd als een combinatie als mild of mediale facettectomie. Het is die tweede term die wij het meeste gebruiken. Een mediale facettectomie is eigenlijk een decompressietechniek om het ruggenmergkanaal te gaan verruimen, om zodoende de zenuwstructuur weer meer plaats te geven. Indicaties daarvoor zijn eigenlijk twee grote indicaties. Enerzijds is dat de laterale recessiestenose. De laterale recessie is eigenlijk de ruimte gelegen tussen de tussenwervel en het facetgewricht. En als die ruimte vernauwd geraakt, dan geeft dat eigenlijk druk op één bepaalde zenuwwortel. Dus dat is eigenlijk het grote verschil met een spinaal kanaalstenose, die je hieronder ziet, waarbij het eigenlijk gaat om een vernauwing van het hele kanaal en waarbij dat er meerdere zenuwen ingeklemd worden. Het verschil bij een laterale recessiestenose is eigenlijk dat heel vaak een heel bepaald zenuwpatroon volgt, terwijl de typische klacht bij zo'n spinaal kanaalstenose, waarbij eigenlijk de extreme stenose helemaal rechts en quasi volledig obstructie is van het ruggenmergkanaal, aanleiding geeft tot wat het mensen typisch een claudicatie of een etalageziekte noemen. Nu, klassiek werd er heel vaak een volledige laminectomie uitgevoerd. Een laminectomie, dat is eigenlijk wat er onder het plaatje B staat in de foto aan de linkerzijde. En wat er eigenlijk bij een laminectomie gedaan wordt, is eigenlijk dat het beenderige dak van het ruggenmergkanaal wordt weggenomen. Dus zowel het doornuitsteeksel achteraan, als het beenderige dak, de lamina, als ook een stukje van de facetgewrichten, die worden als het ware weggenomen. Nu, wat is het probleem heel vaak bij een spinaal kanaalstenose? Is niet zozeer dat de beenderige structuur van de wervelkolom verandert, maar het is eigenlijk een combinatie van meestal drie dingen die aanleiding geven tot een vernauwing van het ruggenmergkanaal. En die drie dingen die zijn eigenlijk heel schoon hier op het figuurtje. Enerzijds is dat een uitbochting naar achter toe van de tussenwervelschijf ten gevolge van een slijtage. Is het groter worden van de facetgewrichten door de artrose en is het opzwellen van het ligamentum flavum, dat is eigenlijk een klein zwart ligamentje, dat ook op MRI-scan een klein zwart lijntje is, dat eigenlijk begint op te zwellen. We denken dat dat iets te maken heeft met een ontstaan van instabiliteit. En wat doen we eigenlijk bij die mediale facettectomie? Is nu dat we niet meer heel dat ruggenmergdak gaan wegnemen, omdat we toch wel denken dat de ligamenten en de structuren die aanhechten op de doornuitsteeksel, dat dat toch wel van belang is. En wat we nu gaan proberen doen, is eigenlijk aan beide kanten van dat doornuitsteeksel een klein beetje bot wegnemen van de lamina, dat is hetgeen dat u hier ziet. Eigenlijk juist het bot dat we moeten wegnemen om het ligamentum flavum, dat eigenlijk onder het bot doorloopt, om dat te kunnen aanhaken met een haakje, om uiteindelijk dan dat ligamentje, het zwarte ligamentje weg te halen, om uiteindelijk een stukje van het facetgewricht weg te halen en eventueel, mocht het nodig zijn, ook een deel van de discus weg te nemen. En zo creëren we eigenlijk opnieuw ruimte, zonder dat we daarbij de klassieke techniek van die laminectomie moeten doen. En dat is eigenlijk die term mediale facettectomie. Dan
De operatie die eigenlijk als derde meest wordt uitgevoerd, is nog altijd de fusieoperatie. De doel van een fusieoperatie is eigenlijk wervels aan elkaar te doen vastgroeien. De belangrijkste indicatie daarvoor is eigenlijk een slijtage van de tussenwervelschijf, zoals we in het eerste tekeningetje zien. Een tweede indicatie is een instabiliteit. Dus vaak zien we dat er door verschillende oorzaken een soort verschuiven van wervels kan ontstaan. Heel vaak is dat gewoon op basis van slijtage. En door het verschuiven van wervels treedt er eigenlijk een vernauwing op van ruimtes waar normaal gezien zenuwstructuren lopen. Dus ook de instabiliteit is een reden om over te gaan tot fusie. En iets waar ik zelfs nog op ga terugkomen, is ook bij de traumatologie gaan we vaak overgaan tot fusies. Nu, als we fusie-ingrepen gaan doen, dan komt er meestal een afkorting die eindigt op LIF. En LIF staat voor Lumbar Interbody Fusion. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Een lumbale onderrug interbody. Wat wil dat zeggen? We nemen de zieke tussenwervelschijf weg en we vervangen die eigenlijk door een kooi, dat is de interbody. Fusie, het aan elkaar groeien van de wervellichamen. Eigenlijk zijn er verschillende toegangswegen tot de wervelkolom. Dus klassiek, iedereen kent wel de posteriore toegangsweg, dus de toegangsweg langs achteren, hè, waarbij we de patiënt op de buik installeren, een incisie maken over de rugzijde, spieren van de wervelkolom afpellen als het ware, en zo op de achterzijde van de wervelkolom uitkomen. Het meest klassieke daarbij, ik ga zelfs ook die verschillende afkortingen nog verklaren, dus de posteriore toegangsweg. We hebben echter ook nog twee andere toegangswegen, namelijk de anterieure toegangsweg, waarbij we eigenlijk langs de buikzijde de wervelkolom benaderen. En nog een derde, dat is de laterale toegangsweg, waarbij we de wervelkolom langs de zijkant kunnen benaderen. Als we gaan kijken hoe wordt dat eigenlijk onderverdeeld, dan is eigenlijk een denkbeeldige grens die we kunnen trekken, een vlak dat loopt doorheen de processus transversus, en ik hier de zijdelingse uitsteeksel van de wervel. En alles wat daarachter gebeurt, noemen we eigenlijk de posteriore toegangswegen. Alles wat daarvoor gebeurt, die valt onder de anterieure toegangswegen, waaronder ook die laterale of die zijdelingse toegangsweg. Nog altijd de meest klassieke en meest gebruikte toegangsweg is eigenlijk de posteriore toegangsweg. En bij de posteriore toegangsweg hebben we een aantal afkortingen die we ook regelmatig gebruiken. En die afkortingen die zeggen eigenlijk iets over welk type van kooi dat er geplaatst wordt. Dus uiteindelijk, of dat het nu gaat over een plif of zelfs een telif of een olif, uiteindelijk het doel van de operatie zijnde een posteriore fusie te bekomen van die wervelkolom is eigenlijk hetzelfde. Het enige wat verschilt is eigenlijk welke kooitjes dat we gaan plaatsen. Bij een plif, wat eigenlijk de meest klassieke vorm van fusie is, gaan we eigenlijk twee kooitjes plaatsen langs achter de wervelkolom. Het grote probleem om een kooi te plaatsen langs achter is eigenlijk dat we moeten werken rondom de zenuwstructuur. Dus daar liggen een aantal zenuwen, we leggen een ruggenmergzak in de weg. Dus dat betekent ook dat als wij een posteriore toegangsweg verrichten, dat ons zicht op de tussenwervelschijf eigenlijk vrij beperkt is. Die ruimtes die we hebben om kooien te plaatsen, die is vrij beperkt. Wat er natuurlijk ook voor zorgt dat we de kooien die we kunnen plaatsen ook in grootte beperkter zijn als de kooien die we kunnen plaatsen langs andere toegangswegen. Een van de kleinste kooitjes die we plaatsen zijn eigenlijk die plifkooien. Dat zijn eigenlijk rechthoekige kooitjes die gevuld worden in het midden, zoals we hier onderaan zien, en dat kan verschillende soorten bot zijn. Kan botsubstituut zijn of kan eigenlijk bot zijn van de patiënt zelf dat we winnen op het moment dat we het ruggenmergkanaal openleggen. En die worden er eigenlijk langs achter vrij recht ingeplaatst. En typisch voor een plifkooi is dat we dat eigenlijk beiderzijds moeten doen. Dus we moeten zowel links als rechts het ruggenmergkanaal openen om zowel links als rechts een kooi te plaatsen. Een andere techniek en een andere afkorting is de telif. En de telif is een ander soort kooi, die wordt eigenlijk transforamineel getrokken. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Het foramen is eigenlijk de opening wat de zenuwwortel het wervelkanaal verlaat. En het voordeel van zo'n telifkooi is eigenlijk dat we eigenlijk het ruggenmergkanaal maar langs één kant moeten openen. Het ideale indicatie hiervoor zijn eigenlijk mensen die een fusie nodig hebben en die eigenlijk een beenpijn hebben aan één kant. Dus wat we zeggen, bijvoorbeeld een uitstraling aan de linkerkant, waarbij dat ook betekent dat we in principe enkel alleen de linkerkant moeten gaan openleggen om daar ook de zenuw gaan vrij te maken. Die kooi die kan dus eenzijdig ingebracht worden. En het grote voordeel van die kooi ook is, en op het meest rechtse figuurtje zit eigenlijk, dat is een kooi die vrij schuin moet ingebracht worden. Dus daarmee dat we eigenlijk hier aan de zijkant vrij veel structuren moeten wegnemen. Een van de structuren die we moeten wegnemen is het facetgewricht hier achteraan. En als we het facetgewricht wegnemen, kunnen we ook niet anders doen als een fusie. Die kooi wordt vrij zijdelings ingebracht. Die wordt eigenlijk tot vooraan geklopt. En dan is dat eigenlijk een speciaal inslagstuk dat we dan kunnen losdraaien, waardoor dat we eigenlijk die kooi, door die verder in te kloppen, als het ware in plaats van in een verticale positie, in een horizontale positie kunnen plaatsen. Het grote voordeel daarvan is dat we die kooien mooi anterieur, mooi vooraan in de tussenwervelruimte kunnen plaatsen.
En we kunnen dan vervolgens, als we de schroeven gaan verbinden met de staven, de schroeven naar elkaar toe drukken, dan zien we eigenlijk dat we die tusswerfruimte als het ware driehoekig kunnen dichtduwen, waardoor dat we eigenlijk meer kromming kunnen herstellen in de wervelkolom. Waarom is meer kromming in de wervelkolom herstellen belangrijk? Een van de gevolgen van het slijtageproces en het verslijten van tussenwervelschijven is dat we de normale lordoze, de normale holle rug in de onderrug gaan verliezen. En het lichaam werkt maar op het moment dat er een goede balans is. En door het feit dat we die kooi op die manier kunnen plaatsen, kunnen we eigenlijk die normale kromming die de mensen hebben, en die we van voor de operatie kunnen berekenen, stelt het ons in staat om die kromming eigenlijk terug te corrigeren. En het belang daarvan eigenlijk is, vooral als we ook langere constructies gaan maken, is dat we weten dat als we die curvatuur, die normale kromming kunnen herstellen, dat dat in C ook een beschermende functie heeft op de aanliggende niveaus die niet. Dus de kritiek van de rugfusies vroeger was heel vaak, ja oké, je kunt een rug van vastzetten, maar het is maar een kwestie van tijd vooraleer dat die andere niveaus beginnen te falen. We denken vooral dat het te maken heeft met het feit dat we vroeger onze fusies veel terecht maken en onvoldoende rekening hielden met de normale kromming van de rug. Dus dat is voor de T-lift, transformaal, grote voordeel, eenzijdig, andere kant moeten we in principe niet openmaken. Dat zorgt er ook voor dat daar bot blijft staan, bot dat we kunnen gebruiken eigenlijk om daar ook nog eens een keer een extra fusieoppervlakte te creëren. Een andere kooi, een beetje een variatie op hetzelfde, is de olifkooi of de oblieke kooi. Dat is ook een kooi die we eenzijdig gaan inbrengen. Het grote verschil eigenlijk met de teefkooi is dat deze kooi eigenlijk in de positie blijft gelijk dat we ze inbrengen. Het grote voordeel is dat het contactoppervlak iets groter is dan teeliften. En dat is vooral belangrijk bij oudere mensen. Het probleem soms van de teeliftkooi is dat het contactoppervlak vrij klein is. Met andere woorden, dat we een vrij grote kracht krijgen op een beperkt oppervlak, waardoor dat bij oudere mensen met een zwakkere botstructuur die kooien soms nog wel eens een keer de neiging hebben van in te zakken. In het Engels noemt dat subsidence. Dus dat is voor de olifkooi. Dus als we het gaan samenvatten, als we de posteriore toelengs wegnemen, de meest klassieke methode is de plif. De plif, de twee kooien langs weerzijde ingebracht. En dan hebben we eigenlijk een variatie op hetzelfde. Zijn de olifkooi, de teelifkooi, met het grote voordeel dat we dan eigenlijk maar eenzijdig het ruggenmergkanaal moeten openen. En waarbij dat we zeker met de teelifkooi naar correctie van normale curvaturen veel meer opties hebben. Dat was voor de posteriore toegangsweg. Een toegangsweg naar de wervelkolom die iets minder gekend is, is eigenlijk de anterieure toegangsweg of de toegangsweg langs voor. En typisch is dat een toegangsweg ook voor de onderrug, waarbij dat we eigenlijk langs de buik gaan. De belangrijkste indicaties hiervoor zijn eigenlijk geïsoleerde discusproblemen. Dus wanneer mensen een belangrijke slijtage hebben van de discus, die gepaard gaat met heel veel pijnklachten, vaak ook met een acute ontsteking, en die mensen hebben in C geen probleem van zenuwinklemming, dat betekent ook dat we eigenlijk achteraan het ruggenmergkanaal niet moeten openen, en die mensen kunnen we opereren langs de anterieure toegangsweg. Ook bij balanscorrectie, zoals er juist gezegd, als we het voordeel van anterieure kooien is dat we veel meer variatie kunnen leggen in hoogte van kooien, in bepaalde hoeken van kooien, waardoor we nog meer in staat zijn om die normale curvatuur te herstellen. En ook wat een belangrijke indicatie zijn revisies. Dus wanneer mensen al langs posterieur geopereerd zijn, wanneer er al kooitjes in zitten. Het grote probleem is als er langs posterieur geopereerd is, dat er sowieso littekenweefsel is. En een littekenweefsel opereren, zeker wanneer daar ook nog eens een keer zenuwen ingebed liggen, dat doen we het liefst niet. En dus is een van de mogelijkheden als we een revisie doen, is dat we de wervelkolom langs voor benaderen. Dat we de tussenwervelschijf langs voor gaan insnijden en dat we eigenlijk die kooi die langs achter geplaatst zijn, langs voor gaan verwijderen en vervangen door een kooi die we langs voor kunnen plaatsen. De meest klassieke niveaus om een anterieure fusie te doen zijn eigenlijk de twee onderste niveaus van de wervelzuil. Dus de tussenwervelschijf L4, L5 en L5 S1. L5 S1 is eigenlijk de makkelijkste. Bij die techniek gaan we eigenlijk tussen de grote bloedvaten. Dus de blauwe structuur is de grote lichaamsader, de vena cava. Die rode structuur is hier de aorta. Die splitst eigenlijk meestal op het niveau van de discus L4, L5 in zijn structuren die naar het linker- en het rechterbeen gaan. En toevallig ligt die L5 S1 juist tussen de twee benen. Dus dat heeft het grote voordeel eigenlijk dat we daar qua dissectiewerk niet zo heel veel moeten doen. Wat doen we eigenlijk tijdens de operatie? We vegen als het ware die vaatstructuren weg. De slagader moeten we weinig angst voor hebben. Dat is een vrij dik vat eigenlijk dat veel kan verdragen. Het grootste risico loopt eigenlijk die venen. Dat is eigenlijk een groot volume met een heel dunne wand. En het grote probleem is als je daar leksjes in krijgt, is dat meestal massieve bloedingen geeft. Dus
Bij L5 is één gewoon tussen de benen. L4, L5 is ietsje moeilijker, omdat we dan eigenlijk zowel de aorta als die vena cava helemaal uit de middellijn naar de rechterkant moeten trekken. Daarvoor moeten we een klein vatje hier aan de linkerkant eerst afbinden, zodat we voldoende beweeglijkheid krijgen om die vaten aan de kant te trekken. Maar je ziet hier in het onderste fotootje eigenlijk al, dat als je dat gaat vergelijken met het zicht dat je hebt bij een toegang langs achter, dat je eigenlijk een ongelooflijke boulevard hebt aan die tussenwervelschijven, dat je die veel beter kunt uitruimen en dat je ook veel bredere, grotere kooien kunt plaatsen. Het grootste risico bij operaties langs voor, in tegenstelling tot operaties langs achter, waar we de zenuwstructuren hebben om rekening mee te houden, zijn dus eigenlijk belangrijke bloedingen. Wanneer we naar zo'n anterieure kooi gaan kijken, dan is eigenlijk dit het type kooi dat we gebruiken. Het zijn eigenlijk vrij brede kooien, zijn eigenlijk piekkooien, waar dat er een metalen plaatje op komt. In die metalen plaatjes kunnen er schroeven gebracht worden. En dit is zo wat er een reeksopname uitziet. En die schroeven die hebben eigenlijk voornamelijk als bedoeling om te voorkomen dat die kooi als het ware terug uit die tussenwervelschijfruimte wordt geperst. En want heel vaak is die tussenwervelschijfruimte heel veel beperkt in grootte. Je gaat eigenlijk terug ruimte creëren, je gaat daar een kooi tussen persen. Dus die zou er theoretisch ook weer terug kunnen uitgeduwd worden. Daarvoor zijn die schroeven. Die schroeven doen eigenlijk niks aan de fusie op zich. Het grote voordeel dus, hè, je ziet hier ook een grote ruimte om bot te plaatsen. En heel vaak plaatsen we zelfs ook nog extra bot hier vooraan. Waardoor dat je heel vaak ziet op een van de foto's in de follow-up dat er heel snel een fusie optreedt in het voorste gedeelte. Het grote voordeel van dit soort kooien is dat we die ook stand-alone kunnen plaatsen. Dat wil zeggen, er moet bij dit soort technieken niet per se ook nog eens achteraan schroeven bijgeplaatst worden om een fusie te krijgen. Terwijl dat bij een posteriore toegangsweg eigenlijk altijd noodzakelijk is. Dus dat is eigenlijk de ALEF. Een derde manier om naar de wervel te gaan, dat is misschien de minst bekende manier, is eigenlijk langs de zijkant. Die kan zowel, en dat gaan we straks zien bij de fracturen, we kunnen dat zowel ter hoogte van de borstwervelzuil doen, waarbij dat we dan eigenlijk door de borstkas moeten gaan, dus eigenlijk de long aan de kant moeten leggen. Maar de meest voorkomende plaats om eigenlijk die laterale toegangsweg te doen, is eigenlijk de hoogte van de lumbale wervelzuil, de hoogte van de onderrug. De term die daarbij gebruikt wordt is een X-lift. X-lift staat voor extreme lateral. Ook bij deze techniek gaat de literatuur soms OLIF vinden. Het verschil met de OLIF-techniek eigenlijk is dat de X-lift-techniek die gaat als het ware doorheen de psoaspier. De psoaspier is eigenlijk de heupbuiger die aan de zijkant tegenaan de wervelkolom ligt. En waarbij we bij de X-lift techniek eigenlijk dwars door de spier gaan, terwijl bij de OLIF-techniek men meer langs voor probeert te komen om zo eigenlijk die spier proberen te omzeilen. Belangrijk daarbij ook is ook weer, hetzelfde als bij de ALEF-procedure, we hebben een beter zicht op de discus, we kunnen grotere kooien plaatsen, ik ga dus zelfs tonen de kooien die we plaatsen, maar het grote probleem bij deze techniek zijn niet bloedvaten, maar zijn ook weer opnieuw zenuwstructuren. Dus in die psoas, in die heupbuiger, liggen eigenlijk verschillende zenuwwortels, verschillende zenuwen, en het probleem een beetje is als je een ikartuig, dus als je een corridor naar de wervelkolom gaat maken, is eigenlijk dat je geen zicht hebt. Je ziet die zenuwen niet liggen. En daarvoor maken we gebruik eigenlijk van neuromonitoring. De neuromonitoring, dat is eigenlijk een soort ja, mobiel EMG-toestel, waarbij we voor de operatie naaldjes plaatsen in de verschillende spieren van onderste ledematen. Die worden verbonden met een module die naar een scherm toe gaat. En die gaat eigenlijk gedurende heel de operatie ons zeggen van kijk, hoe dicht zitten we bij die zenuwen. We kunnen zelfs die speciale ikartuig, dat is eigenlijk deze, die kunnen we zelfs aansluiten op dat scherm, op dat apparaat, om zodoende ook steeds te kunnen volgen hoe dat het gesteld is, hoe dicht dat we bij de zenuw zitten of dat de zenuw niet te veel onder spanning staat. En zo krijgen we eigenlijk een heel schone corridor naar de zijkant van de wervelkolom. En het voordeel daarvan is eigenlijk dat we daar heel brede, grote kooien kunnen plaatsen. De typische kooien die wij gebruiken zijn van de firma Nuvisiv. Het zijn eigenlijk titanium 3D geprinte kooien, waarbij dat eigenlijk al die openingen en ook die centrale opening volgestouwd worden met een soort kleverig botsubstituut, zodat het eigenlijk langs alle kanten daar ingroei kan komen. Deze techniek wordt soms wel stand-alone gebruikt, dus we willen zeggen zonder bijkomende schroeffixatie achteraan. Maar eigenlijk is de techniek wel bedoeld om uiteindelijk toch wel zo'n schroeffixatie, zoals de foto's hier aan de rechterkant, daar toch een schroeffixatie bijkomend te verrichten. Ook weer het grote voordeel van deze techniek, je hebt een heel grote keuze aan hoogtes van kooien. Je ziet ook bij deze kooi nog beter als bij die ALEF-kooi. Je kunt ongelooflijk, wat ze noemen, gelordoseerde kooien, dus kooien met zo'n hoek in plaatsen, waardoor dat je als je achteraan de schroeven weer naar elkaar toe brengt, je eigenlijk ook weer een heel felle lordose kunt creëren.
En bijkomend groot voordeel van die kooi is, en dat zien wij eigenlijk hier op het fotootje, het meest rechtse fotootje, is dat we die kooi eigenlijk meestal zo breed maken dat we als het ware een klein beetje uitsteek hebben, zowel aan de linker als de rechterkant. Het grote voordeel daarvan is eigenlijk is dat dan de kooi afsteunt op de meest sterke, de meest botschors eigenlijk, waardoor dat de kans dat die kooi gaat inzakken eigenlijk heel klein is. Dus dat is ook een techniek die we ideaal kunnen gebruiken bij oudere mensen, waarbij we een beetje het gevaar hebben van eventueel toch inzakken van de kooi. Dus dat is de X-lift kooi. Heel vaak gaan we ook combinaties gebruiken van verschillende technieken. Dit is bijvoorbeeld een patiënt die die geopereerd hebben in Antwerpen. Dat is een patiënt, ik weet niet of dat vorige keer heel duidelijk is, maar dat is een patiënt eigenlijk met een degeneratieve, dus een scoliose, een kromming van de rug door verschillende slijtagefenomenen. Die patiënt had niet alleen rugpijn, maar had ook een probleem van een spinaal kanaalstenose. Dus we hebben achteraan ook het spinaal kanaal moeten openen. Maar het grote probleem bij deze dame is, en dat zien we heel vaak bij die slijtagefenomenen, is eigenlijk dat er ook een soort zijdelings afschuiven van die wervel. Dus deze wervel, ik weet niet of je het goed ziet op de foto, maar die wervel die staat eigenlijk niet gewoon centraal meer op de rest. Die is eigenlijk een beetje naar de zijkant verschoven. En dat is een teken van een rotatoire instabiliteit, dus van eigenlijk een instabiliteit in verschillende richtingen. En dat is iets wat we absoluut niet kunnen behandelen met inspuitingen of met spiertraining of laat staan met corsetten. Dat zijn eigenlijk dingen die we echt operatief moeten gaan behandelen. En dit is een ingreep die gebeurt eigenlijk in twee delen, waarbij we in deel 1 de eerste dag eigenlijk alle kooien gaan plaatsen. Dus we hebben in dit geval twee ALF kooien geplaatst op L5S1 en L4L5. We hebben dan de patiënt op de zijkant gedraaid, de neuromonitoring aangelegd en dan eigenlijk de kooi hier geplaatst. We hebben op voorhand ook een beetje bepaald hoeveel kromming dat mevrouw moest hebben. Aan de hand daarvan hebben we dan ook een kooi gekozen. En dan in de tweede tijd, een aantal dagen later, hebben we dan eigenlijk de ingreep langsachter gedaan, waarbij we de schroeven geplaatst hebben en dan de desbetreffende niveaus waar de vernauwingen waren, de ruggenmergkanaal hebben opengemaakt. Het grote voordeel van dat in twee keren te doen, is dat je dan geen hele dag aan het opereren bent, van 's morgens tot 's avonds laat, maar dat je dat in twee keren kunt doen. En ik denk dat dat zowel een voordeel heeft voor de patiënt als ook voor de chirurg. Dit is een vrij oude foto, maar dat laat wel duidelijk zien wat het verschillende contactoppervlak is van de verschillende kooien. De twee bovenste kooien zijn de kooien die we langs een posteriore toegangsweg inbrengen, de plifkooien en de telifkooien. En als je dat vergelijkt met het contactoppervlak met een x-lifkooi die we langs de zijkant inbrengen of een alifkooi die we langs voren brengen, dan zien we ten eerste al het grote verschil tussen contactoppervlak, anderzijds ook al het grote verschil in de hoeveelheid botten die we daar kunnen inbrengen. Daarvoor de fusies. Wat we tegenwoordig ook regelmatig doen, er komt regelmatig toch wel wat trauma, wat wervelfracturen binnen. En eigenlijk zijn er twee grote technieken om een wervelfractuur te gaan behandelen. In principe gaan we altijd gaan voor een posteriore stabilisatie. Posteriore stabilisatie wil zeggen eigenlijk dat we de wervelkolom gaan stabiliseren door het plaatsen van pedikelschroeven. Die schroeven gaan verbinden met staafjes, eigenlijk analoog met de fusieoperatie. En op die manier proberen de normale vorm, de normale curvatuur weer te herstellen. Het plaatsen van die schroeven kan eigenlijk via twee technieken. Je kunt gewoon de open techniek doen, waarbij je eigenlijk de wervelkolom echt gaat vrijleggen. Dus de spieren van de wervelkolom afpelt om zodoende de beenderige landmarks blootleggen, om zodoende je schroef te kunnen plaatsen. Je kunt dat ook via een percutane techniek. Bij een percutane techniek gaan we eigenlijk werken via incisies van een tweetal centimeter, waardoor dat we eigenlijk onder radioscopische controle die schroeven kunnen plaatsen. Niet altijd is het nodig om daarbij een anterieure corpectomie te doen. Wat is een anterieure corpectomie? Soms zien we dat het wervellichaam dusdanig beschadigd is dat het onvoldoende steun gaat geven vooraan. Met andere woorden, dat alle belasting achteraan op de schroeven achteraan zou kunnen komen. En dat gaat nog wel eens een keer leiden tot falen van onze constructie. En het is daarmee vaak dat we een anterieure corpectomie gaan doen. Ik ga u zelfs laten zien wat dat juist inhoudt. Dus die posteriore stabilisatie. Heel veel van de fracturen kunnen we zuiver alleen met een posteriore stabilisatie oplossen. Dit is bijvoorbeeld een casus die we, ik denk, 2 weken geleden gedaan hebben. Dat was een jonge man, een val met een motor, als ik me goed herinner. En die heeft eigenlijk een wigvormige indeuking van de wervel. Op CT-scan leek dat eigenlijk nogal mee te vallen, maar als we die mens laten rechtstaan op de foto, dan zien we eigenlijk dat die wervel nog verder inzakt. Je ziet, ik weet niet of ik het goed zie, maar hier vooraan is zelfs het voorste fragment van die wervel dat eigenlijk als het ware voor de andere wervel heen schuift. Dus dat is eigenlijk een instabiele structuur. Dus dat gaan we eigenlijk moeten corrigeren. En wat je kunt eigenlijk zien is dat als je die schroeven plaatst, en we proberen ook altijd korte schroefjes te plaatsen in het niveau, in het gebroken niveau zelf, omdat dat een bijkomende stabiliteit geeft aan onze constructie, dan zie je eigenlijk als je dat vrij snel na het trauma kunt doen, dat je eigenlijk die wervel nog voor een groot stuk kunt optrekken. En dat je eigenlijk dat fragment wat
hier op de foto tot hier komt, dat je dat eigenlijk quasi terug op zijn plaats kunt trekken. En het grote voordeel daarvan is, als die wervel in deze positie gaat uitdelen, dan gaat eigenlijk ook de normale curvatuur van die rug grotendeels intact blijven. Je ziet bijvoorbeeld hier, als je naar de eindplaten hier en hier gaat kijken, dat die een soort hoek vormen, terwijl dat hier de eindplaten quasi ook weer terug parallel zijn. Zoals gezegd, soms blijkt die posteriore instrumentatie alleen toch onvoldoende te zijn. Zijn we bang dat er te veel belasting komt op die schroeven, dat ze gaan uitbreken. En dan moeten we een anteriore corpectomie gaan doen. Dus wat moeten we dan doen? Dan moeten we eigenlijk het kapotte deel van de wervel gaan wegnemen en gaan vervangen door een kooi. Eigenlijk hebben we daar twee grote toegangswegen voor. Alles wat tot en met van thoracaal tot discus L1, L2 is, kunnen we eigenlijk bereiken via een toegangsweg doorheen de borstholte. Daarvoor gaan we eigenlijk tussen de ribben. Ik heb voorlopig eigenlijk nog nooit geen één rib moeten wegnemen. Als je daar eigenlijk wat ze noemen een finoketto-ikerteur tussen plaatst, dat zijn eigenlijk twee bladen die je kunt opendraaien. En je doet dat eigenlijk heel rustig aan en je maakt een beetje gebruik van de plasticiteit van de ribben. Dan kun je eigenlijk een hele schone corridor maken tussen de ribben. We snijden dan het longvlies in. We duwen meestal de long gewoon naar boven. Dus meestal moeten we de long zelfs niet plat laten. En dan valt het eigenlijk als het ware direct op je wervelkolom, waarbij dat je dan eigenlijk dadelijk kunt werken. Dus eigenlijk is dat een vrij eenvoudige toegangsweg. Moet er eigenlijk weinig dissectie gebeuren. Postoperatief betekent dat natuurlijk wel dat die mensen een thoraxdrain krijgen, omdat die uiteindelijk ja, een iatrogene pneumothorax hebben, een iatrogene klaplong hebben. Dus die hebben meestal, maar dat duurt ook niet zo heel lang, het is meestal een kwestie van een paar dagen dat die een thoraxdrain hebben. Nu, deze mensen die worden meestal eerst opgevangen op intensieve zorgen en meestal kan daar zelfs de thoraxdrain al verwijderd worden. Voor alles onder het niveau van de discus L1 en L2 doen we eigenlijk een lumbotomie. Wat wil dat zeggen, lumbotomie? Dus de patiënt ligt in zijlig en dat is eigenlijk dezelfde toegang als dat we gebruiken bij de X-Live approach. Heel vaak gaan we daar ook die neuromonitoring gebruiken, omdat we die operatie ook weer doorheen die een heupbuiger gaan doen, waardoor we er ook weer moeten oppassen voor de zenuwstructuren. Dit is eigenlijk een kooi die we gaan plaatsen. Dus we verwijderen het wervellichaam en in de plaats van het wervellichaam gaan we een soort expandeerbare kooi plaatsen. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat is een kooi die bestaat uit verschillende delen. Die heeft een core. Een core is dat binnenste gedeelte. Die eigenlijk, als we dat uit de verpakking halen, dit deel eigenlijk ingedraaid is. Dus wat wil dat zeggen? We kunnen als het ware die kooi gaan opendraaien. Die eindplaten, dat zijn verschillende mogelijkheden. We kunnen smaller eindplaten, breder eindplaten. We kunnen eindplaten waar er een bepaalde hoek in zit. Zo kunnen we eigenlijk die kooi gaan samenstellen op basis van hetgeen dat we willen hebben. En als we dan gaan kijken, dan zien we eigenlijk, als we zo een operatie doen, en dat is inderdaad een operatie waar we meestal toch wel tellen dat we ongeveer een dag mee bezig zijn. Dit is bijvoorbeeld een operatie bij iemand waarbij dat de breuk ongeveer een viertal maanden oud was. Het grote probleem daarvan is dat dan voor een stuk die breuk al gefixeerd is in een bepaalde positie, waardoor dat we een aantal kunstgrepen moeten uitleggen. Maar uiteindelijk, het principe is een beetje hetzelfde als je dat acuut doet. Dus eerst wat we gaan proberen is altijd posterieur te gaan stabiliseren en dan zoveel mogelijk correctie te verkrijgen. En in tweede tijd draaien we de patiënt dan op de zij. En in dit geval, 5, 4, 3, 2, 1, is dat een thoracotomie geweest, waarbij dat we dus eigenlijk het wervellichaam, het stuk van het wervellichaam weggenomen hebben. We hebben daartussenin die kooi geplaatst en dan hebben we die kooi eigenlijk kunnen opendraaien. En dat is eigenlijk ook een stap waar we een beetje voorzichtig mee moeten zijn, want die kooi is zo krachtig dat je die theoretisch bij zwak bot zelfs toch los in het wervellichaam zou kunnen draaien. Dus je moet daar voldoende spanning geven, maar ook niet te veel spanning, dus een beetje vingerspitsengevoel dat je op dat moment moet doen. En zo krijg je eigenlijk een heel stabiele constructie waarbij dat de wervelkolom achteraan gefixeerd is, maar dat er vooraan eigenlijk ook een heel goede anteriore support is. Dan, dat zijn eigenlijk de dingen die we dagelijks eigenlijk het meeste doen. Iets, een nieuwigheid waar we de laatste tijd een aantal casussen van gedaan hebben, is van de firma Medacta, is MySpine. En dit is eigenlijk een manier, op een gecontroleerde manier, om door middel van 3D-guides schroeven te gaan plaatsen. Als je gaat kijken naar het figuurtje hier rechtsonder, die schroeven worden ook op een iets andere manier gestoken dan de klassieke pedikelschroeven. De klassieke pedikelschroeven zijn hier de grijze pedikelschroeven. De groene schroeven zijn eigenlijk de CBT-schroeven, zijn de schroeven die we plaatsen via deze techniek. En het grote voordeel van deze techniek is dat we preoperatief bij de patiënt een CT-scan gaan maken en dat we aan de hand van de CT-scan eigenlijk de positie van de schroeven kunnen bepalen. Dus we gaan die schroeven dusdanig plaatsen dat we op voorhand kunnen bepalen dat die in het meest sterke bot zitten. Waarom is dat heel handig? Dat is vooral ook handig bij oudere mensen die sowieso een slechte botkwaliteit hebben, waarbij dat we zien als we die schroeven erin draaien, dat we eigenlijk veel betere pak zouden hebben dan bij de klassieke pedikelschroeven.
We kunnen ook we weten op voorhand welke lengte van schroeven dat we moeten plaatsen, welke dikte van schroeven dat we moeten plaatsen. Dat kunnen we eigenlijk allemaal op voorhand berekenen. En dan wordt er eigenlijk door de computer worden die 3D-malletjes gemaakt. En die zien er eigenlijk zo uit. Dus wat krijgen we tijdens de operatie? Die worden ook gesteriliseerd. We krijgen steriel op tafel. Dit is eigenlijk een perfecte replica van de wervel. In dit geval is dat de wervel, ik zit hier niet direct op staan, maar ik denk L3. Dit is eigenlijk een perfecte replica van hoe dat het eigenlijk tijdens de operatie, wat dat wij zien. Dus wat belangrijk is tijdens de operatie, is dat we alle weken delen die op die wervel liggen. Dat we die zoveel mogelijk wegnemen om uiteindelijk alleen maar bot over te houden. Want uiteindelijk die 3D-guide is dusdanig gemaakt om perfect op dat bot aan te passen. Hier zie je hoe dat die guide op het bot aangepast staat. En dan wordt er als het ware met een boordje doorheen die gangetjes geboord. En dan hebben we eigenlijk het perfecte traject dat we willen hebben. We kunnen dat dan nog eens een keer controleren, ook endoscopiecontrole. Maar eigenlijk met deze techniek is een beetje een vervanging van ook de robotchirurgie in de rugchirurgie. Kunnen we eigenlijk op voorhand onze schroefpositie bepalen. En ook wat we een beetje op die vorige foto ook zagen, het grote voordeel daarvan ook is dat we meestal de rug niet zo breed moeten openleggen. Het is dus zo eigenlijk dat we normaal gezien voor de pedikelschroeven te plaatsen, we vaak de rug moeten openleggen tot hier. Ook voor het afmonteren met staven, dat we vaak heel hard moeten trekken op de spieren. Door het feit dat we die schroeven eigenlijk veel meer naar de middellijn toe kunnen plaatsen, betekent dat eigenlijk ook dat we ten eerste minder spier moeten, eigenlijk uiteindelijk de spier maar tot hier losmaken. Maar ook dat we als nadien de staaf moet geplaatst worden, dat we veel minder moeten openhouden. Dus dat was het een beetje voor de nieuwigheid als laatste. En dat was een kort overzicht van eigenlijk de meest frequente rugoperaties die we tegenwoordig regelmatig toch wel in het ziekenhuis doen.